Wie kent hem niet? De burgemeester van Voorst tot Voorstweg. Een van de toegangswegen tot de Reeshof. Maar ook een deel van de nieuwe binnenring rond Tilburg. Een baron als burgemeester van onze stad, vernoemd in een straatnaam. Nummer 5 van de langste van 120.000 straatnamen in Nederland. Eduard van Voorst tot Voorst werd op 7 mei 1892 geboren in het Gelderse Huizen. Na zijn universitaire opleiding rechten werd hij burgemeester van Upbergen en was hij onder andere lid van de Gedeputeerde Staten van Gelderland. Van 1946 tot 1957 was hij burgemeester van Tilburg. Hij volgde in 1946 burgemeester Jan van der Mortel op. Eduard was dus, zoals ze deftig zeggen, een telg uit een adellijk geslacht. Logisch dus dat hij in 1921 trouwt met jonkvrouw Theresia Swits. Theresia wordt echter maar 38 jaar oud. Ze overlijdt in 1932. Daarna trouwt Eduard in 1937 met de Tilburgse Rosa de Kwaai. Rosa de Kwaai is dus de tweede vrouw van Eduard van Voorst tot Voorst. Zij is een zuster van Jan de Quay, professor aan de Katholieke Hogeschool en later nog minister-president van Nederland. Tijdens zijn ambtsperiode krijgt burgemeester van Voorst tot Voorst aardig wat problemen op zijn bordje gelegd. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de wederopbouw na de Tweede Wereldoorlog en ook aan de woningnood in Tilburg. Woningnood is van alle tijden. Eind 40e jaren wordt de wijk Jeruzalem gebouwd. In 1953 en 1954 worden de eerste flatwoningen aan de Nassaustraat gebouwd. En in 1957 de Bergdijk, met hier het burgemeester van de Mortelplein. Zelf woont de burgemeester en zijn vrouw in de burgemeester Suisstraat en in de professor Donderstraat, het latere Witte Huis. Op 1 mei 1946 wordt Eduard van Voorst tot Voorst beëdigd als de nieuwe burgemeester van Tilburg. Hier zien we de daarna gemaakte foto's in het Paleisraadhuis. Een van zijn eerste openbare optredens is de onthulling op 2 februari 1947 van het monument ter nagedachtenis aan de in Ravensbrück omgekomen verzetstrijdster Coba Pulskens. Duizenden inwoners van Tilburg, voorafgegaan door vele autoriteiten onder wie onze minister van Oorlog, begeven zich naar het huis waar eens Coba Pulskens woonde. Aan de pui van dit huis wordt een gedenksteen onthuld om deze moedige illegale werkster, die in Ravensbrück om het leven kwam, te eren. Ook liet hij zich rondleiden en informeren vanwege de viering van het 40-jarig bestaan van de Volt in 1949. Van een geheel andere orde was de pokkenepidemie in Tilburg in 1951. Tilburg werd hermetisch afgesloten van de buitenwereld. De bevolking werd massaal ingeënt. En besmette mensen lagen in het met prikkeldraad omringde cenakel en de barakken van het Sint-Elisabeth ziekenhuis. Uiteindelijk stierven 2 van de 50 besmette mensen aan de pokken. Ter herinnering aan de pokkenepidemie maakte glazenier Piet Kleijsen in 1952 een gedenkraam, wat nu nog steeds te zien is in het Paleisraadhuis. 38 Tilburgers, waaronder de burgemeester, die zich uitzonderlijk hadden ingezet tijdens de bestrijding van de pokkenepidemie, kregen een persoonlijke, gebrandschilderde dankbetuiging aangeboden. In 1954 reikt de burgemeester verkeersdiploma's uit in het Paleisraadhuis. Grappig zijn de zogenaamde pofbroeken die de jongens links op de foto dragen. Van gemeentelijk energiebedrijf naar provinciaal energiebedrijf. En uiteraard hoort de burgemeester bij die overdracht in 1955. Op 27 oktober 1955, 11 jaar na de bevrijding van onze stad, verwelkomt de burgemeester prinses Irene op het Paleisraadhuis. Ze is uitgenodigd om het monument voor de naar haar vernoemde Irenebrigade te onthullen. Al in de ambtsperiode van burgemeester Voorst tot Voorst wordt een aanvang gemaakt met de aanleg van het hoogspoor door de stad. En ook wordt de eerste spade in de grond gestoken waar het nieuwe station gebouwd gaat worden. Het is 1957. Het einde van zijn ambtsperiode nadert. Eduard wordt op 7 mei namelijk 65 jaar. Tilburg heeft Eduard en Rosa leren kennen als een vriendelijk, zorgzaam en geïnteresseerd echtpaar. Vooral Eduard staat bekend om zijn humor tijdens de raadsvergaderingen. En dan is het zover. Mei 1957. Eduard van Voorst tot Voorst neemt na talloze lofuitingen afscheid van het burgemeesterschap van Tilburg. Hier een kort stukje van zijn dankwoord. Daarom was het een voorrecht te mogen werken in deze mist Brabantse stad, van onze hele Brabantse provincie. In deze stad waar we voelen hoe dynamisch het leven zijn kan, waar we overal onze industrie zien. Van Voorst tot Voorst wordt opgevolgd door burgemeester Kees Becht, die reeds bestaande plannen, welke gemaakt zijn tijdens het burgemeesterschap van Voorst tot Voorst, uit laat voeren. Niet helemaal terecht dus krijgt hij daarvoor de bijnaam Kees de Sloper. Na zijn burgemeesterschap vervult Eduard van Voorst tot Voorst nog enkele bestuursfuncties. Op 5 juli 1971 overlijdt zijn vrouw Rosa op 65-jarige leeftijd. Een half jaar later overlijdt Eduard van Voorst tot Voorst op 28 januari 1972 in Tilburg. Hij is 79 jaar geworden. Eduard en Rosa van Voorst tot Voorst liggen begraven op de gemeentelijke begraafplaats aan de Hoflaan. U kunt nog een bezoek brengen aan hun graf, want in 2022 verlengde hun jongste zoon Berend Jan de grafrechten. Burgemeester Eduard van Voorst tot Voorst, KVP'er, startte na de oorlog met de vernieuwing van Tilburg. In zijn periode werden 6400 nieuwbouwwoningen gebouwd en 2 nieuwe bejaardenhuizen gesticht. En men begon met de aanleg van de wijk Het Zand,